just like an oven. I need some loving. And baby, I can't hold it much longer. It's getting stronger and stronger. And when I get that feeling, I want that sexual healing. Sexual healing, baby, is good for me. Sexual healing is something that's good for me. Strijden Rotterdam en Haarlem tegen elkaar. De winnaar mag zich de beste van Nederland noemen. Bij honkbal heeft het speelveld 4 honken. De veldpartij verdedigt de honken. De slagpartij moet aanvallen. Bereik je als aanvaller het laatste honk, dan scoor je een punt voor je team. Stopt de veldpartij 3 aanvallende spelers, dan wisselen de veld- en slagpartij. Hoi, ik ben Leandro. Dit zijn mijn teamgenoten. Nick. En dan? Dit zijn 3 spelers van de Rabbits uit Haarlem. Zij spelen vandaag in het groene shirt. Als we vandaag dit winnen, worden we Nederlands kampioen. 1, 2, 3! Rotterdam! Het team uit Rotterdam begint de wedstrijd in de eerste inning als veldpartij. Haarlem is als eerste aan slag. In een inning mag je als team 1 keer aanvallen en 1 keer verdedigen. Na 6 innings is de wedstrijd afgelopen. Het team dat op dat moment de meeste punten heeft, wint de wedstrijd. Het was een balsport met 2 teams van 9 spelers. Slag 1. We hebben deze knuppel nodig om te slaan. Je hebt natuurlijk hands voor nodig, want als de bal hard gaat, moet je natuurlijk goed kunnen pakken zonder dat je pijn krijgt. De teams zijn aan elkaar gewaagd. Met een stand van 0-0 na 2 innings kan het nog alle kanten op. Ik ben de pitcher. Als pitcher moet je proberen de bal zo te gooien dat de slagmensen kunnen slaan, maar toch uitgaan. Here we go, boys. Come on. Dit is de pitcherplaats. Vanaf hier moet de pitcher de bal gooien. Dit is het slagpark. Hier staat de slagbaan om te gaan slaan. Als verdediger moet je proberen de bal te fielden en als het kan proberen te vangen zodat hij in 1 keer uit is. Op het moment dat hij de bal raakt, moet hij zo snel mogelijk naar het eerste honk. En dan heb je als slagpartij nog 3 honken te gaan tot je bij thuishonk bent en een punt kan scoren voor je team. Ja, het eerste punt is binnen voor Haarlem. De pitcher werpt de bal die de slagman moet proberen weg te slaan. Mist de slagman 3 ballen, dan is hij uit. De bal moet in het gebied tussen de onderkant van de knie en de schouderhoogte van de slagman komen. Gooit de pitcher 4 ballen buiten dat gebied, dan heeft de slagman een vrije loop. Hij mag dan gewoon naar het eerste honk lopen. Elke geslagen bal die een veldspeler vangt, betekent een uit.
Een honkloper mag ook worden uitgetikt als hij geen contact heeft met een honk. Is de slagpartij eerder dan de bal weer terug bij het thuishonk, dan scoren ze een punt voor het team. En kijk eens, ah, dat is mooi. De punten zijn binnen voor Haarlem. Rotterdam zet nog één keer aan met een honkslag. Maar Haarlem kan met deze pitch in de laatste inning de wedstrijd in zijn voordeel beslissen. En dat doen ze met een geweldige pitch. Haarlem is hiermee kampioen van Nederland. Superleuk, super geweldig.
wil ons hele team bedanken en de coaches. Want zonder de coaches en ons team zijn we hier niet gekomen. Ja. Hoi, ik ben Vincent en ik wil mijn ouders, mijn opa, mijn oma en de rest allemaal bedanken voor het steunen en mijn team natuurlijk. Ja. Hoi, ik ben Daan. Ik wil iedereen bedanken. Vooral mijn broer, mijn vader, mijn moeder en echt iedereen. Het was echt leuk in Polen. Dank jullie wel. Hoi, ik ben Ries en ik bedank mijn moeder, mijn vader, mijn broer en mijn zus en het hele team. En ik vond het heel leuk. Ik vond het een superleuk toernooi. Ik wil mijn teamgenoten bedanken en mijn ouders, zodat ik hier kon zijn voor deze leuke week. Hoi, ik ben Michael. Ik vond het een heel leuk toernooi en ik wil graag mijn moeder bedanken omdat zij mij hiervoor heeft opgegeven. Dankjewel. Hoi, ik ben Sam en ik vond het een heel leuk toernooi en ik wil graag de medespelers bedanken om hier te zijn. Dankjewel. Hoi, ik ben Oscar. Ik wil graag mijn ouders en mijn familie bedanken. Omdat zij mij hiervoor hebben opgeschreven. Voor een heel leuk toernooi. Dankjewel. Hallo, ik ben Andreas. Ik wil graag mijn ouders, mijn opa, het honkbalteam en alle mensen die mij hebben geholpen. En ik vond het heel leuk toernooi. Hoi, ik ben Daan. Ik vond het wel een leuk toernooi. Jammer dat we derde zijn geworden. En ik wil mijn ouders bedanken. Gewoon. Omdat zij dit mogen krijgen maken. Hoi, ik ben Guy. Ik vond het een heel leuk toernooi en ik wil graag mijn ouders bedanken. En Wouter, Jasper en Luigi. Jan, ik vond het een heel leuk toernooi. Ik wil mijn ouders bedanken en Jasper, Luigi en Wouter.